daar zit macaroni in. De koker. Daar zit lekkere ham in. En zoals jullie zien heb ik het nou op mijn bord om te gaan eten. Dat, ja, ik vind het er overheerlijk uitzien. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinda en de Beestenboel. We zijn vandaag alweer op zondag aanbeland. En het is de 14e van de 8e 2022. En we leven om 13:50. Het is al bloedje heet. Maar ja, ik ben ook niet vooruit te branden. Komt ook door de warmte. Vannacht is slecht geslapen, maar wie heeft dat niet? Ik denk dat iedereen dat wel heeft. En het zal nog wel warmer worden. Oh ja, kind. Is dat zo? Oh, ging er even eentje heerlijk uitgebreid lang uitrekken en doen met een hoop kabaal erbij. Hé? Ja, en daar komt Rijken aan. En dus, nou, en wat de dag ons vandaag brengen gaat. Ik denk dat iedereen lekker op het strand hangt of lekker thuis blijft en zoveel mogelijk koelte opzoekt. Zoals in de schaduw of wat dan ook. Maar ik weet het niet. En ja, ik weet ook niet wat ik ga doen. Ik weet het echt niet. Ik denk dat ik ook gewoon weer lekker thuis blijf en ga editen. Ik moet een hoop dingen uitzoeken. Dus ja, een hoop te doen heb ik. Vanuit een luie stoel naar een luie stoel. Het is mijn trippelstoel. Het is geen bureaustoel, maar een trippelstoel. Ja, ik kan ook nog omhoog en ik kan naar beneden. Ja, en ik kan ook ermee rijden. Ik heb vier wielen. Hij heeft een bureaustoel ook, maar een bureaustoel kan niet omhoog en kan niet naar beneden. Deze wel. En hij zei, ik vind hem ook lekkerder zitten dan een bureaustoel. Enkel, ja, de zitting die is al zo oud dat ik moet haar eigenlijk ooit eens een nieuwe. Maar ik heb er nou een kussentje ervoor op gekocht. En dat zit ook wel lekker. Maar ja, in ieder geval, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Doe leuke dingen. Of je nou thuis blijft in de koelte, in de schaduw. Doe iets leuks. Ga desnoods met je voeten in een badje zitten. Koel je ook meestal wel vanaf. Ik heb voor de meisjes ook een badje buiten staan, maar het is echt warm nou. En in mijn huis is het lekker koel. Dus ja, dan blijven we lekker binnen. Ja toch, de meisjes komen ook stevig binnen. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ga ik ook doen. Ik zou zeggen, tot later. Nou, zoals jullie zien ben ik met eten bezig. Daar zit macaroni in. De koker. Daar zit lekkere ham in. In blokjes. En daar ligt lekkere ananas. Dan ga ik een stukje snijden, uiteraard. Dan heb ik hier nog een blikje mandarijntjes. Dan denk je, waarom niet vers? Nou, dan moet ik een hele net kopen. En ja, ik ben niet zo. Ja, ik ben wel gek op mandarijnen, maar dat is nog weer goed. Vele malen duurder dan een blikje. Dus, nou, dan heb ik hier nog mais. En doppetjes met worteltjes. Komen allemaal daarin. En de macaroni komt er koud doorheen. Dat dus. Ja, dat moet ik straks, als dat gaar is, spoelen. En ook het vergiet had ik er al bij gehaald. En zometeen dat even schoonmaken. En dan als dat gaar is, dan komt dat in de vergiet. En dan ga ik het wassen met koud water. Dan koelt het ook gelijk vanaf. En ja, dan gaan we lekker van smullen smikkelen doen. En ja, ook Karen die heeft al gebeld, et cetera. Dus ja, dat komt allemaal goed. Ik moet eventjes zien wat ik nou moet doen, want ik moet jullie draaien naar mezelf toe. Ja.
En dus, ja, dat komt ook allemaal goed. Nou stijgen jullie de andere kant op. Zo. Nou, jullie staan nog niet helemaal. Zo, nu wel. Dus ja, dat dus. En ik ga hiermee verder. En ik probeer jullie even mee te laten kijken. Ja, komt ook helemaal goed. Zo, het tegenlicht, ik weet het niet. Zo. Ja, nou, dan ga ik dat even daar naartoe. Die kan ook weg. Hup. Roeren. Zo. Dat had ik al gesneden. Nou gaat die zo. Nou, blijf leggen. Anders vind ik het niet leuk. Voilà. Voilà. Hoi kind. Kom je kijken? Mag hoor. En jij komt ook op kijken. Mag allemaal. Zo. Ja, dan gooi je gewoon alles door elkaar heen. Jeetje. Waarom ben je zo lippie? Hij doet het niet eens. Dan ga je, hij gaat denk ik daar omhoog. Verder wil hij niet eens. Wat een toestand. Nou, hoop ik dat die open wil gaan. En dat met mijn artrose, dat vind ik niet fijn. Ananassap waard. Ook dat gaat erin. Nu moet ik naar de macaroni toe. Ah, kijk eens aan. Ik zal even wat zachter zetten. Hoppata. Allemaal ook. Oh, jeetje, ik heb de kracht er gewoon in voor. Die ook weg. Nou, de mandarijntjes. Ook dat zat kan ik bewaren. Jeetje Maria, echt vreselijk. Even een beker. Hier lezen. Zo. Gaat daar even naartoe. Uit de weg. Nou, gaat allemaal lekker er doorheen. En dan kan dat ook weg. En dan moet ik een vork hebben.
Eens even om te proeven of het gaar is, ja? Maar het is nou nog te heet. Te verdenken, dat moet kunnen. Waar staat het? Ik weet niet waar, het komt hier ook. Ja. Zo. Dat is om een sausje te maken. Voor de rook er doorheen. Ja. Nee, nog niet gaar. Bijna. Bijna gaar. Ik moet even denken waar ik het eerst klaar maak. Een sausje. Ja. Een sausje. Ach, en waarom nog niet? Ik kan hier weer in. Zo. Doe ik hier al in. Ja, dat kan. Ja. Die weer even ophangen. Nou, gezegend. Blijf jij even staan. Kan nog een vork. Ja, val er weer in. Dat is heet. Zo. Zo, dat is mijn vork. De vergiet. En dan moet je op het water letten of het schoon is. Als het water schoon is, dan ben je klaar. En dan zet ik het op die pan even weer neer. Hup, eruit. Hup, kraantje weer dicht. En de pan weer pakken. Zo. En dan laten we daar gewoon zo staan, maar dan staan jullie niet goed meer. Dus dat halen we daar weer weg. Dat zetten we dan wel hier even neer. Zo.
Dus knoflooksaus. Ja, en we gaan weer even verder. Ik had dus knoflooksaus in deze bak gedaan. En toen hielden jullie op met kijken, want de camera die was vol. Oftewel mijn geheugenkaart. Dus we gaan nu weer vrolijk verder. Die zit erin. Dan pak ik deze. Ik heb het nog nooit eerder gehad. Ik ga proeven eerst, want je weet maar nooit. Als ik het niet lust, gaat het er ook niet in. Och, gaat geweldig hier, mijn neus. Even kijken hoe dat open moet, hoor. Er zit plaktroep omheen. En daar ben ik niet zo fan van. Nee, zeg dat maar. Hup. Zo. Ik weet het echt niet. Even een klein lepeltje. Een kleintje, een kleintje. Ik heb een kleintje. Mijn eigen lepeltje. Doe ik het even met mijn vinger. Klein beetje, want... Nee. Dat hoef ik niet. Dat is zo scherp en pittig. Dat gaat niet door mijn salade heen. Dat moet ik helemaal niet. Nee. Geef mijn portie maar een stukje. Ik moet gelijk verhoesten. Dat is niet voor de macaroni-salade. Dat moet fris wezen. Dit is meer voor warm eten, Chinees-Indisch eten. Ja. Nou, dat gaat wel weer goed komen. Halleluja. En dan moet ik zo even verder denken. Ja, gaat de koelkast open. Dat moet nou meer dingen uit hebben. Ja, echt waar. Leg het daar naartoe. Dan moet ik die hebben. Even hier nog kijken. Daar ligt ook nog zo'n pot in. Dat gaat mijn rug. Nou, dat kan weg. Dat gebruik ik bijna nooit. Zeer zelden. Ik gebruik liever poeder. Dus dit hoef ik niet meer te hebben. Dat is ook zo oud. Weg ermee. Dan neem ik die. Dat is gewoon curry. En dat moet ik van de week even nieuw halen. En die kun je er ook weer in. Open. Hup. Heb je het of krijg je het? Hé? Heb je het of krijg je het? Ja, ik weet niet. Maar het kan zo maar zijn. Dat zit er al in met koken op de macaroni. Dat is zout. Maar wat wil ik er nog in hebben? Dat er niet is voor de patat. Ik wil een beetje currypoeder erin hebben. Niet te veel, gewoon een beetje. Dan blijf staan. En een beetje paprika poeder. Daar heb ik ook niet veel meer van. Moet kijken of daar nog staat. Ah, wat ik er ook in kan doen, dat is natuurlijk kaas. Ja, en bieslook. Oh ja, gaat handig. Heb ik nog meer bieslook? Balsicum. Dat is bieslook, zeg ik. Marjolein. Tijm. En we hadden andere potjes eerst, maar ze zijn aan het veranderen geweest. En dat vind ik niet zo fijn. Nee. Munt gooi ik er ook gewoon in. Dat is lekker. Frissend. Wat is dit?
wijnazijn. Scheutje wijnazijn. Welke is dit? Nee, ik wil liever rood. Gewoon een heel klein scheutje. Hup, hoeft niet zo veel te zijn. Ik wil toch bieslook erin. Zo. Zo. Komt u maar. Zo. Mijn bak is goed vol hoor. Echt waar. Mijn meeste kan niet eens erin staan zo vol. Ja, mijn peper die is bijna leeg en dan komt er wel weer ruimte. Een beetje peper. Er zitten nog een paar korreltjes in. Dat zit een heel klein beetje nog in. Maar dat gooi ik niet weg. Het is al duur genoeg, die kruiden. Ja, echt hoor. Echt. Echt. Het is al duur genoeg. Zo. 1, 2. Zo. Oh ja, kaas zeg ik nog. Geraspte kaas. Kan er makkelijk doorheen. Kijken of er wat uit wil komen. Ja, kijk. Nou, ik doe hem even anders. Ik kan best wat meer. Zo. Het is toch koud. Een koude macaroni. Nou, dan pak ik die sap. Gaat ook maar een beetje van in. En de rest kun je desnoods opdrinken. Ja. Roeren. Zo. Zo. Dat heb ik helemaal in oogje. Nou ja, maakt niet uit. Het moet even geroerd worden, maar dat, met die vork wil het niet. 1, 2, 3. En ik zit trouwens nog te laag ook. Ik zat even bij de computer om mijn geheugenkaartje dus leeg te halen. Nou, dan gaan we roeren met het houten lepeltje. Geen klontjes meer ziet of wat dan ook van de knoflooksaus, want dat is natuurlijk dikker dan de rest. Ja, de knoflook die zie je natuurlijk ook nog en de kaas zie je. Nou. Jullie hadden dit. Oh, dat zien jullie zo, denk ik niet. Even kijken hoe we dat moeten hebben. Ja, ik had alles bij elkaar gegooid. Nou, dan ga ik eerst even weer omhutselen. Nee, daar heb ik mijn houten staal voor nodig. Ik werk het liefst met hout. Maar net met macaroni roeren, dat moet je weer met iets metaals doen, want anders krijg je dat niet los. Nee. Of hou je dat niet los. Daar heb ik vroeger vaak genoeg mee gemaakt. Toen had ik niks anders dan alleen maar hout. Maar dan met macaroni doen. Dat gaat het hem dan niet worden. Nou, ik giet er wat van in. Dat het een beetje nat wordt. Zo, dan valt het ook makkelijker om te scheppen. Nou, dan pakken we die erbij. Waar heb ik dat ding nou? Ik word gek. Ja hoor, het zal niet zo wezen. Oh, hier plak van mijn neus. Zo, ja, vlieg eruit. Ik zal het eerst even omscheppen. Tuurlijk.
Dat gooi ik maar weg. Nou, gaan we de macaroni er doorheen roeren. Uiteraard. Ja. En dan gaan we verder doen met roeren. En nou gaat het overal weer heel erg stijf. Dan gieten we gewoon nog wat ervan in. Zo. Nou, en ik vind zelf dat het er heel lekker eruit ziet. Maar wie ben ik? Zo, daar naartoe. Nou, vinden jullie het eruit zien? Lekker toch? Heerlijk! Het is nou de kunst dat het koud wordt. Dus ja, dat gaat dus voor de koelkast in. Want dat moet koud. Ja. Het is heel wat, maar dat komt wel op. Ja, garandeerd hoor. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, smakelijk eten, bon appétit en een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Dus zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, zoals jullie zien heb ik het nou op mijn bord om te gaan eten. Dat, ja, ik vind het er overheerlijk uitzien. En ik heb ook al stiekem geproefd. Het smaakt ook heerlijk. En uiteraard een bak koffie erbij. En nee, geen wijn. Nee. Ginger ale of zoiets. Nou ja, jullie weten wat ik drink. Dus ja, jullie hebben hem al vaker gezien op de fles. Dus ja, ik zou zeggen, ik ga lekker eten. En ik zie jullie straks nog wel een keer. Ik zou zeggen, tot dan. Ja, lieve vrienden, ik zou vandaag, tenminste gisteren, nog terugkomen. Maar het maakt niet uit. Ik ben er, dus daar gaat het om. Het is 9 minuten over 1 in de nacht. En dat is tijd om mijn beestjes, mijn meisjes, mijn lieftallige meisjes uit te laten. Maar ik heb geprobeerd kandel naar binnen te halen. Nou, denk je dat me dat lukt? Nee, het is veel te warm. Meneer blijft buiten. Dat wil zeggen dat ik mijn route weer anders moet plannen. Dat ik de andere kant op moet. Want anders komt hij me weer achterna. Dat betekent dat het een kwartiertje langer gaat worden. Ja, in plaats dat ik daar op de gracht begin, moet ik daar op de gracht beginnen. Dus ik ga nu die kant op in plaats van die kant op. Want meneer legt op het parkeerterrein. Ja. Heb ik dus weer. Dus ik ga zo meteen in de, ja, het zweet het guts van je af. Straks lekker eventjes koud water over mij. Lekker. Dus, maar oké. Ik ga dus even wandelen en daarna gaan we lekker naar bed. Dus ik zeg, het is uit met de pret voor vandaag. Ik ga lekker proberen te slapen. Ik wens iedereen van jullie welterusten, slaap lekker. En ik hoop ook voor jullie dat jullie kunnen slapen. En morgen uiteraard ook weer gezond op. Dus ik zeg tot aan de andere kant van de nacht.